De tweede editie van de grote digitaalstrijd is gewonnen door het team van de onderwijsstichting Spon Maas en Waal. Het dicté vond plaats op maandagavond en zag deelnemers op 6 locaties de strijd met elkaar aangaan. Het doel van de wedstrijd was het bewustzijn van laaggeletterdheid vergroten. In de regio Rivierenland kan 1 op de 9 inwoners niet goed genoeg schrijven en lezen. De deelnemers werden ook getest op hun internetvaardigheden, want deze blijven achter in de regio. Schrijver Abdelkader Benali, onder andere bekend van zijn boek Bruiloft aan Zee, maakte het dicté. Hij las de teksten live voor in het gemeentehuis van Beneden Leeuwen. De Bibliotheek Rivierenland en Betuwe in Zaken organiseerden de competitie, waarin 150 taalfanaten meededen.